Oh, what the fuck! Ik moest bijna kotsen, dat zat tot in mijn keel. Is dat een zakdoek? Oh, we zijn nog niet eens begonnen! Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Lachen is voor Losers. Het programma waarin lachen bestraft wordt en serieusiteit beloond. Met deze twee fantastische kandidaten. De man die kan tiktokken, die kan modellen en vooral heel goed Aaron de Groeven zijn. Aaron de Groeven! Hallo Aaron. What up, alles goed? What up, ja met jou? What up, maties? What up? De meest goedlachse man en de beste bruine jongen, Daniel Marien! Ik heb er zin in, let's go! Onthoud, lachen is verboden! We zullen van start gaan met de eerste ronde en daarvoor mogen jullie een glas water in jullie mond steken. Voor we beginnen, lieve vrienden, aan de fragmenten van VRT Max, gaan we eerst kijken naar dingen die jullie grappig vinden. Ja, Daniel, je hebt het nog in je mond zitten. Heel goed. Hou het er maar in, want het is tijd voor jouw video. Maar ik ben een beetje in shock. Hoe gemakkelijk ging dat? Deze ronde is voorbij. Het is 1-0 voor Daniel. Proficiat! We gaan beginnen aan de tweede ronde. Daarvoor zijn we helaas de snack vergeten, maar de joppiesaus, die hebben we wel nog. Doe maar helemaal je mond in. Voilà, Aaron, that's it. Oh, so disgusting. Jullie kennen de branche een beetje. Soms gaat het makkelijk op de set. Soms is het al eens lachen geblazen. Ik heb mijn minuutjes vandaag. Niet dat je plots aan zijn tanden moet gaan voelen. Of zijn tanden. De kamer van de slaapkamer. De deur van de slaapkamer. En dat op zo'n manier aan de wijn gekomen. Oh my god, ik moest niet lachen, ik moest bijna kotsen. Ik moest bijna kotsen, dat zat tot in mijn keel. Aaron, dat ging niet al te makkelijk, hè? Oh my god. Is dat een zakdoek? 2-0 voor Daniel Proficiat. Dat gaat branden. Oh, what the fuck? Sorry. Oh, we zijn nog niet eens begonnen. Jullie hebben intussen een lekker glaasje gekregen. Dat is om jullie vieze adem van de saus een beetje luchtig te maken. Als comedian is natuurlijk de bedoeling dat je grappig bent. Dus voor deze comedian is dit een examen. King Charles, hè? Die gast, 73 jaar, heeft hij niet gewerkt. Hè? En dan uiteindelijk heeft hij de droomjob van iedereen, de mooiste job ter wereld. En wat doet hij op de eerste dag van zijn nieuwe prestigieuze job? Hij pakt een dag congé voor een begrafenis. Allee. Die 73-jarige prins, dat is toch zelig? Kijk naar Laurent. Dat is toch een beetje zielig, niet? Beeld dus die Disney-sprookjes in met prinsen van 73. Dat is raar, hè? Sneeuwwitje wordt een raar verhaal, hè? Als ze daar zo ligt en begint een 73-jarige wakker te lebberen. Of Rapunzel. Ken je dat sprookje dat hij naar boven moet geraken met de haar? Hoe geraakt een 73-jarige boven? En met zo'n Strava-traplift. Of Frozen, mijn 73-jarige prins die incontinent is. Let it go! Let it go! Kamal is geslaagd, want jullie hebben toch wel moeten lachen. Daniel, gaat het nog? Sorry, wat zeg je? Ik begrijp niet wat hij wil zeggen. Oh my god.
tijd voor de volgende ronde met lekkere appelsiensap. Nee, we hebben net onze tanden gepoetst. Het komt goed. Voor het volgende fragment hopen we op niet te veel lachklieren, maar vooral jullie traanklieren. Want dit is een emotionele ballad. Voel jij je oorlog zo alleen? Met al die mensen om je heen. Is het wat soms te... Is het wat te Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben oprecht gecharmeerd, Daniel. Ik zei dat gewoon echt niet aankomen. Dat was echt zo gek van, dat is toch helemaal geen grappig fragment. Voor ik eerst mijn stem. Maar Aaron, jij was wel eerst om het er terug uit te spuwen. Dat zorgt ervoor dat het nu 3-0 is voor Daniel. We hebben nog een finale ronde voor jullie klaarstaan. Eigenlijk is het al beslist, maar ja, voor de fun, hè. Stop. Ging je mijn god, daar waal ik van. Omdat ik nu 10 minuten binnen bij het lijken kan. Oh my god, dat is zo vuil. Aaron, sta van nog. Wil je graag nog een eitje? Oh nee. We hebben een winnaar voor deze Lachlis voor Losers, Daniel Mario! Oh my god, I've been working for my entire life. Jij wint deze fantastische thuishanddoek. Waarmee je op de betere nachtstranden kan gaan liggen. Vond je deze video leuk? Like en subscribe, zeker op dit kanaal. En als je meer video's wil zien, ga naar de app van VRT Max of de website.